Oké, weet je, Saar, come on. Je bent nu geadopteerd, dat is een feit. Je hebt een mooi leven en je bent die nog aan het leven. Dus geniet van het proces, pak alles wat je kan en go. Ik ben Rowan en je kijkt naar Spot On, het platform voor en door vrouwen. Abonneer je op ons kanaal, help ons naar heel veel meer abonnees. En laat me hieronder in de comments natuurlijk ook weten welk onderwerp je graag in een volgende video wil zien. Naast mij zit de enige echte Saar Sunshine, vriendin van de show. Welkom! Hallo! Hoe gaat het met je, Saar? Ja, gaat goed. Want we hebben je een tijdje niet echt gezien. Je was een beetje on the low en ja, zo. Klopt. Ben je misschien in het geheim getrouwd of iets? Nee, heel veel mensen die denken dat, maar ik ben niet getrouwd. Ook niet in het geheim. Okay. Ik heb altijd gezegd, als ik ga trouwen, dan zijn mijn volgers de eerste die dat te horen krijgen. Is natuurlijk een heel leuk proces. Ja, maar tuurlijk. Nee, niet getrouwd. Oké. Nee. Maar je was dus wel een beetje on the low. Je hebt natuurlijk ook wat een en ander meegemaakt afgelopen tijd. Want je bent erachter gekomen dat je geadopteerd bent. Ja. Eigenlijk onder druk ook moest je dat aan ons en aan de hele wereld vertellen. Hoe was dat voor je? Het was lastig, omdat het natuurlijk wel mijn eigen verhaal was. Alleen door omstandigheden had ik zoiets van, oké, beter dat ik het nu naar buiten gooi dan dat een ander het doet. En het heel anders voor mijn volgers overkomt. Dus ik heb gewoon de camera gepakt zonder te editen, zonder niks. Gewoon pap aan, mijn verhaal verteld en weer online gegooid. Het online gooien, daarna begint eigenlijk alles. Wanneer je het online gooit, hebben mensen hun mening en dan kunnen ze deel uitmaken eigenlijk uit jouw verhaal. Want hoe lang weet je het nu al dat je bent geadopteerd? Op mijn 18 en ik ben nu 23. Dus 5 jaar. Ja. Nou ja, in de tussentijd is er nog meer gebeurd eigenlijk. Ja. Want een paar maanden geleden ging er een video viral van dan je biologische moeder. Ja. Was dat ook voor jou het moment dat je die video voor het eerst zag? Nee, ik heb eerder contact gehad met mijn biologische moeder. Dus het is niet dat we elkaar nooit hebben gesproken. We hebben elkaar wel gesproken, maar dat ging gewoon niet lekker. En later werden dus gewoon video's naar mij gestuurd via Instagram. Dus ik check dat en ik denk, oké, dit staat nu online. Laat niet de verkeerde zijn die dit zeg maar gaat zien en dat het viraal gaat. Want ja, is ook natuurlijk niet leuk voor mij en voor mijn omgeving, voor mijn familie. Dus ja, dat vond ik best wel moeilijk. En toen ik dacht, ja, het is nu al de wereld in. Out in dus the open. Ja. Ik kan er niks meer aan doen. En ja, ik vind het best wel jammer eigenlijk dat het op zo'n manier moet. Ja, want wat zei ze in die video eigenlijk? Wat beweerden ze dan allemaal? Wat zei ze? Zij gaf aan dat ik eigenlijk soort van ben meegenomen door mijn moeder eigenlijk. Ja, verschillende verhalen. En ik met mijn mindset heb gewoon zoiets van, op dat moment heb jij de keuze gemaakt om af te staan van jouw baby. Dus dat heb je met je verstand gedaan. Volle verstand, ja. Wel 5 jaar, maar het is niet iets makkelijks. Je leeft natuurlijk 18 jaar lang met het idee, this is my life. En dan, nee, dat is het niet. Just like het is that. Het is heel apart. Maar ik hoop gewoon met de tijd dat er een moment komt dat ik denk van, oké, we kunnen bijeenkomen en we kunnen gewoon kijken wat er gewoon echt is. Ja. Maar voor nu is het beste om gewoon echt eventjes op mezelf te focussen. Om alles gewoon goed te hebben. En dan kan ik er altijd voor openstaan. Zodat je basis eerst goed is. Juist. En zou je nog wel, want we hebben heel veel kijkersvragen gekregen. A lot. Ja. De vraag was er ook wel van, ja, ga je zelf hier nog een video over maken of een vlog over maken? Want je had natuurlijk die eerste video waarin je aangaf wat er was gebeurd. Mm-hmm. Dat moest wel, want anders zou iemand anders dat naar buiten brengen. Heb je nu zoiets van, ik ga ook met mijn volgers delen wat dit nou voor mij betekent, wat dit nou is? Ja, ik heb in een Q&A een video opgenomen dat ik zei van, ik heb gewoon tijd nodig voor mezelf. Ja. Veel volgers begrepen dat niet echt, maar ik snap ook, als je niet in mijn schoenen staat, dan begrijp je mijn keuzes ook niet. Dat spreekt voor zich. Maar ik gaf wel aan van, precies wat ik nu ook zeg, van als het de tijd is, dan is het de tijd. En voor nu nog niet. Nee. Okay, en dan helemaal niet met een druk van, video's staan online, dus je moet. Nee. Dat werkt averechts bij mij. Kijk, dit is best wel iets heftigs. Het is niet makkelijk, je gooit je leven out there, dus het is makkelijk dat mensen daarop mee gaan hoppen. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat het je niet in de koude kleren gaat zitten. Hoe ga jij er zelf mee om? Kan je er over praten met familie, met vrienden? Of krijg je professionele hulp bijvoorbeeld? Ja, toen ik erachter kwam dat ik geadopteerd was, had ik wel een psycholoog. Mm-hmm. Ik raad het echt iedereen aan eigenlijk om een psycholoog te nemen. Dat is gewoon goed. Het is een buitenstaander die niks met het verhaal te maken heeft. Precies. Die gewoon niks daarover kan zeggen. Mm-hmm. Gewoon Zwitserland, gewoon geen mening, maar wel je verhaal vertellen op jouw manier en de juiste vragen stellen waarbij je zelf gaat denken van, hey, als je thuis bent, van, oh ja, klopt, zo zag ik het niet eens. Mm-hmm. Terwijl het verhaal blijft hetzelfde en alleen je mindset verandert. Dus ik raad het echt iedereen aan om in therapie te gaan. Ja, same. Al is het een beetje een, ben je gek of
Ja, vond je het zelf eerst moeilijk dan? Die eerste stap überhaupt zetten naar een psycholoog? Nee, dat niet. Voor mezelf niet. Maar als je dan bij je omgeving zeg maar zegt van... Oké, ik heb een afspraak bij psycholoog. Dan is het toch van... toch die van... Gaat het wel helemaal goed met jou? Oh, weet je? Snap je. Ja, maar ja, het was voor mij nodig. En buiten dit is het ook gewoon goed voor jezelf en voor je ontwikkeling om iemand te hebben om mee te praten. Ja, zeker. Ben ik helemaal met je eens. Wat veel mensen niet van jou weten, hè, Saar, is dat je eigenlijk ook een periode depressief bent geweest. Mm-hmm. Kan je ons een beetje uitleggen waardoor dat kwam? Ik zag het eventjes allemaal niet meer. Mm. En dat komt mede door dat alles natuurlijk viraal was gegaan. Dus het was eventjes een stop voor mezelf. Van oké, wat wil jij nu? Want als ik niet deed wat ik wilde, dan had ik nu waarschijnlijk wel gewoon contact opgenomen. Terwijl ik dat niet uit jezelf uit wilde. Mezelf. Dus Het was echt een stop van oké, Saar, even nadenken. Even zonder camera, even zonder volgers, even zonder de vragen die je binnen... Want het zijn heftige vragen, mm-hmm. toch? Die jullie binnen hebben gekregen. Jazeker. Ja. Dus even gewoon een stop. En dan kan je altijd 10 keer harder terugkomen. En dan met de juiste mindset. Maar nu zit je eigenlijk, je zit hier nu gelukkig hè, wat meer opgetogen. Er is een omslag geweest, denk ik zo, inmiddels. Mm-hmm. Waardoor kwam dat? Om eerlijk te zijn, de quarantaine eigenlijk. Dus ik heb echt 3 maanden thuis gezeten. Mm. Dus en niet naar de supermarkt. Gewoon letterlijk niks. Wow. En in die 3 maanden, mm-hmm. het was gewoon heaven voor mij. Het was gewoon van, oké, je hebt nu tijd om lekker een boek te lezen. Je hebt tijd om eventjes te mediteren. Je hebt echt jezelf. En niet energie van buitenaf. Yes. En wat voor boeken heb je dan bijvoorbeeld gelezen? The Secret. Wauw! Ja, The Secret. Oké, dus een beetje een spiritueel boek is dat eigenlijk. Ja, heel spiritueel. Wat me natuurlijk ook op meerdere andere boeken heeft geleid. Maar The Secret, daar heb ik wel veel aandacht aan besteed. Mm-hmm. En vanuit daar natuurlijk dingen opzoeken. Gewoon op onderzoek uit. Gewoon echt denken van wat is wat nu eigenlijk? Yeah. Cool. Want in The Secret, voor hen die het niet hebben gelezen, staan ook regels die je kan toepassen in je leven. Zodat er goede dingen op je afkomen of op je pad komen. Pas je die dingen nu ook echt toe in je leven? Ja, maar wel. Ik geef er wel een andere switch aan. Ik ben natuurlijk islamitisch. Ik geloof in Allah natuurlijk. Ja. Maar The Secret heeft me geleerd om in de wereld... er is een bepaalde formule. Mm-hmm. Do good and good will come to you. En in elk geloof is dat. Boeddhisme, christendom, islam. Zeker. The Secret heeft me gewoon een beetje een andere kijk daarna gekregen. Waardoor je ook anders vragen gaat stellen. Mm-hmm. Dus zo heeft het mij... gemaakt dat ik nu weer kalm hier zit. Oké. Straks gaan we verder praten met Saar. En dan hebben we het over onder andere die regels en die formules die je kan toepassen in je leven. Maar eerst gaan we naar jullie toch wel sappige en pittige kijkersvragen. Ik ben benieuwd. Ben je verloofd of getrouwd? Nope. Je biologische moeder vlogt nu ook en heeft het ook over jou. Wat vind je daarvan? Ik vind dat zij zelf haar keuzes moet maken zoals ze die... 23 jaar geleden ook heeft gedaan. Ieder zijn ding. Je huidige partner blijkt zijn ex te hebben mishandeld. Wat vind je daarvan? Ik vind dat jij je lekker met je eigen zaken moet bemoeien. Dat vind ik. Advies gevraagd. Hoe kom je over een ex heen? Wat doe je tegen zijn liefdesverdriet? Mag ik hier mijn tijd voor nemen, zeg maar? We hebben eerder een video gemaakt met Jasmin van Hijab Secrets over postnatale depressie. Wil je die video zien? Klik dan hier in de bovenhoek. We hadden het net voor de break al eventjes over weer positief in het leven kunnen staan. En dat jij echt wel regels en formules hebt toegepast in je leven. Like, als je dan de regels van The Secret toepast. En je hebt ook nog dingen, vriendinnen van mij die hebben het ook wel eens over de love attraction. Mm-hmm. Wat moet je dan precies doen om dat te kunnen toepassen in je leven? Het is eigenlijk niet eens echt iets dat je bepaalde dingen uit moet spreken. Of iets speciaals moet denken. Of ergens in een pot roeren of zo. Nee, dat is het echt totaal niet. Het is gewoon meer een bepaalde mindset die je creëert. Dus ik weet niet of je het soms doorhebt. Dat als je met iemand bijvoorbeeld telefoneert. Mm-hmm. Dat er zoveel ellende aan de hand is. En zoveel gedoe in die persoons leven. Mm. Dat is allemaal energie wat jij zeg maar ook dan opwekt bij jezelf. Natuurlijk hebben we allemaal problemen, daar niet van. Maar kijk er op een andere manier naar in oplossingen. In plaats van het negatieve aandacht geven. Want alles wat je aandacht geeft, dat versterkt. Yeah. Dus geef jij positiviteit aandacht, dan zou je merken dat er... Versterkt allemaal, dat ook ja, weer. Dat er meer positieve dingen gebeuren. Ja. Wat zijn nou concrete voorbeelden die jou... zeg maar nu blij kunnen maken, waarvan je weet van echt omdat ik heb omgedacht of omdat ik dingen anders benader, zit ik nu hier met, noem eens een voorbeeld. Met Spot On, bij wijze van, hè?
Dat is het antwoord. There you go. Dat is het antwoord. Toen ik zeg maar in die mindere dagen zat, had ik nooit het idee van, hey, jij gaat weer leuk een interview kunnen houden. Mm. Jij gaat hier goed over kunnen spreken. En je gaat misschien mensen kunnen inspireren hiermee. Okay. Maar doordat ik dacht van, okay, weet je, Saar, come on. Mensen hebben ergere dingen meegemaakt. Je bent nu geadopteerd. Dat is een feit. Je hebt een mooi leven. En je bent die nog aan het leven. Dus geniet van het proces. Pak alles wat je kan. En go. Knap hoor. Dat is, ja. Yeah. Ja, knap. Zeker na een rough period of time is het soms echt lastig om jezelf weer op te pakken. Bij mij begon het eigenlijk, om eerlijk te zijn, ook hoe ik op mensen reageer. Ik had best wel moeite met eventjes tot 10 tellen wanneer ik denk, ik moet nu een reactie geven op iemand. Ja, dat is nog wel een goeie. Want jij krijgt best wel veel, ik wil zeggen negatieve reacties, haatreacties. Hè? Dat woord kennen we nu allemaal wel. Mm-hmm. Wat doet het met jou gewoon als persoon om continu gebombardeerd te worden met alles wat met jou persoonlijk te maken heeft. Dit is bijvoorbeeld mijn werk. Dus als mensen de commentaar hierop hebben, is het mijn werk. Maar ik ben het niet als persoon. Nee. Maar jij gooit je leven wel out there. Dus de reacties die je krijgt gaan over jou als persoon. En alsnog, al denkt men, ik gooi mijn leven online, is het natuurlijk niet alles wat ik online ging. Dus het is haar sunshine. Yes. Wat men ziet. En natuurlijk ben ik dat en is het mijn stem en mijn denkwijze, maar het is niet dat ik alles deel. Het lijkt mij een hele lastige balans, want aan de ene kant de community of je kijkers in ieder geval, die volgers, die hebben natuurlijk wel die feeling van okay, ik zit in Sarah's wereld, in de Saar Sunshine wereld, maar tegelijkertijd, hoe hou je ze scherp dat ze toch wel beseffen van je ziet maar een gedeelte van mijn leven? Ja, wat je net zegt, ik zit in Saar Sunshine's wereld, maar mijn omgeving zit ook in mijn wereld. Mm. En die durft ook niet eventjes, hey, luister dan, dit en dit en dit en dit. Die lef dat je dat zo bij mij durft te zeggen. Dus in hoeverre ben je dan in mijn leven? Mm. Nou ja, ik hoop dat we je in ieder geval beter hebben leren kennen gedurende deze video. Dankjewel voor je openheid. En jij bedankt voor het kijken. Laat me hieronder in de comments weten wat voor regels jij hebt toepast in je leven om te denken of om het allemaal wat positiever en rooskleuriger in te zien. Zeker in deze ongekende tijden. Dan zie ik je graag in de volgende video. Maar pas nadat je hebt geabonneerd en een duimpje omhoog hebt gedaan natuurlijk. Ciao!